Je gaat er niet bij van. Ik ben vijf zelf los. Flikker van de kant al, weet je wel. Mensen van de Good Life, vandaag heb ik een superleuke aflevering. Vandaag alleen met mezelf. Ja, je ziet het. Ik zit alleen op de stoel. Niet met iemand erbij. Ja, want ja. Yo, interrupting me. Wat moet ik doen? Mensen, ik ben met degene die een Instagram-account heeft genaamd Matt Joost. En geen YouTuber is, maar toch Instagram heeft. Normaal. Ik vraag me dan altijd af. Je hebt zo'n naam. En geen YouTube. Het is niet mijn ding, maar kijk. Ja, jongen, je was er gewoon aan het nadenken. Ik denk niet dat ik ooit een YouTube-kanaal zou hebben. Ik ben... Nee, oprecht. Ja. Na dit denk ik, oh, sick. Na dit denk ik, fuck. Ja, dat denk ik ook, want wij gaan iets heel leuks doen. Misschien herinneren jullie nog wel degene met Michael, dat hele Would You Rather gebeuren. Gewoon net naast hem lopen zitten en dingen mee doen en zo, dat lijkt mij. Ja. Maar als ik het zelf ruik, en dan? Ja, dat is toch kut. Wij kunnen de hele dag poep. Dan kan je wel een parfum op doen, maar dat heeft echt geen zin hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dan zou ik kiezen voor toch dat ik het zelf ruik. In plaats van dat iedereen het ruikt. Want dan heb je geen vrienden meer, dan had ik hier niet naast je gezeten. Laat ik het zo zeggen. Dat gaan we niet doen. We hebben een bakje met vragen. Dat is het bakje. En daar staan vragen in die we voor elkaar hebben bedacht. Het zijn allemaal kutvragen, denk ik. Hoop ik. Ik hoop echt dat je kutvragen hebt gedaan. Ik wil het niet. En ik ook. We gaan proberen elkaar een beetje soort van te exposen-achtig iets. Dat is het. Dus de expose challenge. Stampie schaal om wie begint. Stampie schaal. Nou, jij mag kiezen. Begin ik of begin jij? Doe jij maar. Ik hè? Ja, oké. Let's go. Een vreemd persoon aangezien voor een vriend, vriendin. Hoe kan je dat mee onderhouden? Van... Weet ik, als je in de stad loopt of zo en dat je denkt van, oh die ken ik. En dat is gewoon een wildvreemd persoon dat je heel uitbundig naar gaat zwaaien van, yo! En diegene kijkt van, ik ben het niet. Ja, dat heb ik ook een keer gehad. Gewoon, ja. Maar wij altijd komen in de tijd of zo, weet je wel. En dan denk je van, oh die ken ik of zo. En dan... Ja, meestal onderbouwt dat meestal van, eerder toen ik nog geen vriendin had, had ik, oh ja, die ken ik, daar loop ik naartoe. Weet je wel, en dan ga ik proberen te versieren van, ah ja, laatst en dit en dat. Dan lieg ik gewoon. Een complete andere persoon. Ongemakkelijk. Ja, heb je wel eens gepraat om niet in de problemen te komen? Oh jawel. Ja. En dan denk ik van, oh, eigenlijk verdien ik het wel, maar ik wil niet in de problemen komen. Dat heb ik zo al een keer gehad. Legendarische tijd, ik denk dit is echt, maar 4-5 jaar terug of zo. Uitgaansleven in Markelo. Top. Markelo. Nee. In de bus, opstandje gehad, dat liep een beetje uit de hand. Lekker snel reageren en toen dacht ik achteraf van, zit je daar met 5 man of zo en een groep van, weet ik veel, 30. En nou, dat liep een beetje uit de hand. Toen dacht ik achteraf van, ja, dat is niet zo handig. Dus ja, nee, was niet de bedoeling. Sorry. Nou, ik zeg sorry, want dat meen ik niet. Maar ik probeerde hem een beetje onderuit te lullen. Wat er eigenlijk niet werkte, maar ik heb het wel overleefd. Geschorst of weggestuurd van school of werk? Nou, ik ben nooit weggestuurd van werk. Gisteren bijvoorbeeld kwam ik 2 uur te laat. Kan gewoon. Dus ja, ik dacht dat ik nog vakantie had. Ineens ben ik gebeld van, joh, waarom ben je er niet? Dus ik dacht zo, what the fuck, ik lag nog in bed. Net als vanochtend. Ik was op school. Hij was gewoon een kwartier al aan het kloppen en doen, maar ik hoorde niks. Ja, ja, op deze school hier tegenover ben ik een keer geschorst. Wat is een basisschool? Ja, ik zat in groep 7. Dan heb je af en toe een stoepkrijt. En mijn groep 7 leraar was homo. En ik dus op de muur schrijven, meneer is homo. Lullig. En toen bleken heel veel mensen daar te kijken van, joh, wat is die jongen eigenlijk gaan doen? Tegenover je huis, notabene. Ja! Het was gewoon de waarheid, maar blijkbaar konden ze het niet hebben dat het de waarheid was. Dus ik werd een week geschorst. Ik zou dat niet kunnen waarderen als leraar, denk ik. Je mag toch... vrij van mening zijn. Ja, precies. Ja. Ooit gehad dat een... Dat een jongen je wou zoenen. Dat een jongen je wou zoenen. Nee. Ook geen tijd van aan, man. Nee. Geen commentaar. Nee. Ik heb een hele goede band met iedereen, maar nee. Nee, is er nooit echt een jongen naar je toe gekomen van, oh, sick. Ik ga je nu zoenen. En denk, wow, what the fuck gebeurt hier? Of het gevoel gehad dat iemand een jongen je leuk vond of zo? Nee, ook niet. Nee? Nee, absoluut. Nee, zo blij niet. Nee. Oh. Ik heb er niks tegen, maar nee, gelukkig niet. Exposed. Nee. Joost gaat homo's. Dat is niet waar. Boete of bekeuring gehad? Ja, tuurlijk. Wie niet? Maar heb je nooit echt een situatie gehad dat je denkt van, wilt oplopen plassen of zo, dat je werd betrapt, noem maar op. Nee, ik heb toevallig heb ik dat. Ja, dat is wel grappig. Ik was op een festival en dan heb je altijd bewaking, toch? En de bewaking was dan de politie. En ik was gewoon aan het pissen en ze liep gewoon langs. En ik zei, ik was een beetje aangesloten. Ik zei, hey,
hoe is het? Maar niet bij mijn hoofd van, oh, krijg ik een curry, krijg ik. Maar was het gewoon zeg maar wild of was het bij van die hond? Ja, het was wild. Het was gewoon, ja, het was ook heel stom. Hier was een Dixie en hier was een boom. En dan stond de rij, ik dacht, ik ga bij de boom. Ik zou ook voor een boom kiezen. Ja. Ook als er geen... Maar die bewaking, politie liep dus langs. Hoe is het? Lekker aan het werk. En hun zo... Yo, gast. Je weet dat je hier... Oh ja, ik ga wel die kant. Dus ik liep zo, zo ging weer in de rij staan. Dus ja, bijna een soort van boetebekeuring. Gelogen dat iemand dood was, maar dat niet zo was, maar dat je gewoon geen zin in had om te komen. Of zeg maar gewoon een excuus om niet naar een feest te gaan. Ja. Van joh, mijn oma is overleden of zo. Ja. Wel over nagedacht, maar dit zijn van die dingen wat als het dan vraagt van ja, hoe was je begraven en zo, dan is dat awkward om te zeggen, dus nee, ook niet. Ja, ik wel. Ik heb gewoon heel, ik heb jij van. Ja, ik heb het wel gedaan. Ja, ik had gewoon geen zin om te komen. Ik zei van, joh, die is dood. Te komen, waarheen? Ja, naar een feestje of zo. Slechtste seizoen ooit. Want zeg maar, alles moesten waren al op. Voor schut gezet door vriend of vriendin. Familie, ja, tuurlijk. Een keer op terras of zo. Ah, je sprak er zo, je sprak er zo. En dan denk ik van, oh, gast. Wat score, dat is toch niet normaal. Ja, maar als ze allemaal fucking lekkere chicks om je heen zitten, dan denk ik van, oh, yo, dit is een beetje... Ja, okay, ik snap de situatie. Het awkward gebeuren van. Ja. Je gaat er niet bij van, ik ben vijfde zelfs, flikker af van de kant af, weet je wel. Mijn abutte, ja, het is niet kapot. Lamp kapot. Sick. Je liefde aan iemand geuit terwijl je dronken was. Sowieso aan vrienden. Echt gewoon gevuld gedronken en dat je gewoon aan iemand hangen van... Heel echt heel lief. Of ja, maar jij wou hem dus stoelen. Dus eigenlijk, nee, je vraagt van net... Dat is nooit gebeurd. No. Nee. Nee, ik heb zeker wel een keer gewoon... Er is een moment gehad dat ik mijn vrienden kwam van... Ja, maar wij kennen elkaar, weet je wel, zo van day ones. We go way back en... JJ Blosken, day one. En ik hou van jou. Mensen, vond je deze video wel leuk? Like hem, abonneer op mij en doe wat met je leven. Instagram van Joost, perf, zo, wow, zo'n beeld. Met mij. Ja, wat doe jij? Wat doe ik? Ja, dagelijks leven. Wat, dagelijks? Wat ben jij? Ja, want jij bent niet zomaar met Joost. Gelukkig huis, man. Nee, ja, vakantievisje momenteel. Ik moet ook 2 uur naar school. Wat doe ik in het dagelijks leven? Vrij weinig. Beetje muziek en zo vind ik leuk. Beetje sporten en zo. Beetje bepaalde dingen doen. Ja, nu al heel je Instagram zo. Ik zit inderdaad te scrollen in mijn hoofd. Ik zit inderdaad te scrollen. Nee, ik voel eigenlijk niet heel niet zo bijzonder, maar als je ook niks hebt te doen, dan. Dat is ook zo. En je bent ook niet zo bijzonder, dan is het misschien niet. Oh, dankjewel. Mensen bedankt voor het kijken.